In het begin heb je de euforie, maar dan denk je, oei, dat was mijn hele grote klus. Dat had ook heel veel erger kunnen zijn. Er werd naar geschreven, return fire, ja dan, fire at will, ja. Hè? Een van de duurste Nederlandse filmproducties ooit, De Slag om de Schelde, gaat eindelijk in première. Het is een bekend verhaal dat de coronapandemie de filmindustrie zwaar getroffen heeft. Net toen De Slag eindelijk in de bioscopen zou komen, werden de zalen door de overheid gesloten. Maar dat ligt nu achter ons. De film is binnenkort eindelijk te zien. En we hebben de eer om de regisseur van de film, Matthijs van Heiningen junior, naast ons te hebben. Matthijs, welkom. Deze scène, dit was een Canadezen, die moest een bepaald bastion innemen. Ja, de scène die je net gezien hebt, is de Sloedam-scène. Ja. Dat was een hele lange dijk van een kilometer tussen Zuid-Beveland en Walcheren. En de Duitsers wisten dat ze de Canadezen aan zouden komen, hadden zich verschanst aan één kant, op de Walcheren-kant. Ja. En die Canadezen moesten er overheen. En ze hadden het zo gebombardeerd dat er geen tanks overheen konden. Er was geen air support. Dus er werden gewoon duizenden Canadezen overheen gestuurd. Ja, om die dam in te nemen en uiteindelijk die bunkers die aan de andere kant stonden onschadelijk te maken. Een van de meest aangrijpende scènes, omdat je hier ook ziet hoe hard oorlog eigenlijk is, hè? Ik hoop het. Corona. Jouw film helaas heel erg in het teken van gestaan. Wanneer zou die nou eigenlijk in de bioscoop komen? Hij zou oorspronkelijk volgens mij in september in de bioscoop komen. Dat heb ik wel heel erg geluk gehad, hè? Want iedereen heeft het over dat het, de première ging niet door en zo. Ja. Maar wij waren klaar met draaien in maart. Echt op 19 februari of 18 februari. Ja, toen begon eigenlijk de pandemie, zeg maar. En we hadden een feestje en 4 dagen later was het corona daar. Dus het had ook heel veel erger kunnen zijn. Dat we gewoon een maand nog moesten draaien en dan zouden we nu pas weer verder gaan draaien. Ja. Dus, en die periode hebben we gewoon gebruikt voor de montage en dat is helemaal goed af te werken. Maar door de corona haalden we het niet in september, dus toen werd het verschoven naar december. Ja, en dan is het nu eindelijk zaterdag 5 juni, is het dan zover. Ja. Er is door die omstandigheden ook wel een Netflix-deal uitgekomen. Hè? Hoe zit dat? Nou, Netflix heeft, die was er van het begin af aan al bij. Ja. Die hebben gewoon een groot deel van het, of een aanzienlijk deel van het van de film gefinancierd. Ja. En hun deal is van, onze deal met Netflix was, je brengt de film uit in de bioscopen, alleen in Nederland. En als hij dan uit is, dan 4 maanden later komt hij op Netflix. Ja. Dus als wij in december een weekje waren uitgegaan, dan was waarschijnlijk de meter gaan lopen en dan was hij dus nu al op Netflix geweest. Ja, precies. Maar je moet gewoon naar de bioscoop. Je moet gewoon naar de bioscoop, ja. Vooral voor de effecten. Ja. Heel even in het kort. Ja. Nederland en de Tweede Wereldoorlog, heeft hier een hele grote veldslag afgespeeld. Die heet de Slag om Arnhem, ja. Bridge too far, die kennen we allemaal. Ja. Maar een van de meest belangrijke veldslagen van het Westelijke Front, ja, was in Zeeland. Ja. En ga even willekeurig op straat met mensen praten. Niemand. Ik ook niet. Nee, jij ervoor ook niet. Nee. Heel even in het kort. De geallieerden rukten op. Ja. De haven van Antwerpen, want alle supplies kwamen nog uit Normandië van 6 juni. Ja, klopt. Maar dat moest veel korter en daardoor er loopt een kanaal. Nou ja, de Schelde loopt naar Antwerpen. Ja. Dus ze konden die haven, die was, omdat die Amerikanen en Canadezen en Engelsen zo snel optrokken, konden de Duitsers, hadden niet die haven onschadelijk gemaakt. Hey, een perfecte haven. Ja. Maar de toevoer naar die haven, de Schelde, dat was onderdeel van de Atlantic Wall, waar al die Duitse bunkers stonden. En die Duitsers wisten, oké, die haven hebben jullie wel, maar zolang wij die Schelde nog in handen hebben, kunnen jullie die niet gebruiken. Ja. En Hitler noemde het ook Hitlers Festung. Hè? Dat moest echt tot de laatste tand bewaakt, verdedigd worden. Het was echt een soort van fortificatie. Ja, het was een fortificatie. Dus elk schip wat eventueel dat kanaal de Schelde op zou gaan, werd gewoon het water uitgeblazen. Ja. En toen kwam er een geallieerde operatie van dat moest veroverd worden. Ja. Krijg jij een belletje of een appje?
Van, wij hebben hier een project. gaat zoiets, Martijn? Ik ken de producent al heel lang, een goede vriend van mij. Alana Lafito. Ja, en die kreeg de opdracht van het V-fonds. Eigenlijk van, zouden jullie niet willen denken om in teken van 75 jaar bevrijding... iets te maken over wat de vrijheid, hoe hard we daarvoor gevochten hebben, of is. En toen zei alleen, nou, daar gaan we over nadenken. Hij wist dat ik heel erg van oorlogsfilm hield en zo. Wil je daarover mee helpen denken? En toen kwam eigenlijk het V-fonds met, ja, we hebben het Rijnland-offensief. Ook heel indrukwekkend, maar dat speelde al heel snel op de duim. Ja, dat is gewoon hoe je de Duitsland binnentrekt, ja, zeg maar. Even. Dus daar was niet zoveel drama. Nee. En toen zei hij, ja, we hebben de slag om de Schelde. En de slag om de Schelde. Ja. Nou ja, als je de kaartjes ziet en zo. Het is gewoon eigenlijk een fort. Hè? Het is gewoon een kasteelbestorming. Ja, ja, ja. Hey, en dan je hebt een aantal grote producties gedaan. En je zegt, je bent fan van oorlogsfilm. En dan komt het moment, jij mag je eigen oorlogsfilm gaan regisseren. Ja. Wat deed dat met je op dat moment? Want ik ben ook gek van oorlogsfilms. Ja. En ik kijk altijd making-ofs. Het is een hele complexe logistieke operatie. Ja. Tuigen, wapens. Ja, het is bijna een oorlogsfilm. Het is bijna een oorlog die je moet voeren. Ja, dat, zeker, ja. Ja, want in het begin heb je de euforie, maar dan denk je, oei, wacht maar een hele grote klus. Ik heb wel in commercials voor Call of Duty en zo, allemaal wel al dat soort oorlogsdingen gedaan. Ja. Dus niet 10 dagen lang een oorlogsscène draaien. Maar, dus ik had wel een beetje ervaring met hoe dat werkt. Het was meer van, mensen zijn Dunkirk gewend en Saving Private Ryan. En dat is de standaard eigenlijk. Ja, ja, het niveau is heel hoog. Het niveau is heel hoog. En mensen gaan niet zeggen, oh, jullie hadden maar zoveel geld. Dus nee, ze hebben dezelfde... Dus je hebt een oude Russische tank van een Duitse tank laten gaan? Nee, ze zijn net zo streng op deze film natuurlijk als op een andere film. Ja. Dus dat was de grootste challenge. Ja. Wat mij als fascinerend lijkt, hè, is dat je dan... Je ziet die scène met die Canadezen, die moeten over die dijken. Ja. Maar die gasten moeten dan vallen. Ja. Maar mogen ze dat dan een beetje op eigen initiatief doen? Want er komt vuur aan. Maar of krijgt iedereen precies te horen... Nee, jij moet dan doorladen. En dan, zit er nog een beetje eigen invulling? Nou, in die groep mensen, eigenlijk in dat groepje wat je daar rechts ziet... Ja. Daar hadden we natuurlijk wel echte commando's tussen gezet. Dus er waren stuntmensen. Oh, er waren militairen echt? Ja, er waren echt militairen. Dus Nederlanders? Of Zuid-Afrikanen, een Engelsman en zo. Dus die... Ja, die mensen mogen alleen maar doen wat die mensen zeggen. Dus er werd naar geschreven, return fire. Ja, dan fire at will. Ja, hè? En dat zijn natuurlijk goede stuntmensen. Ja. Die kunnen ook goed vallen. Hè? Ja. En als het niet goed is, dan doe je het over. Maar het was, ik vind het wel heel realistisch gedaan. Het is gewoon een gigantische productie geweest. Ja, super. Hollywood heeft dit verhaal laten liggen, terwijl het een hele belangrijke slag was. Ja, er zitten geen Amerikanen in. Nee, ja, dat is het, hè? Nou, dat is de reden waarom niemand het kent, is natuurlijk omdat die Amerikanen waren niet geïnteresseerd in. De Canadezen hebben niet zoveel invloed, geen filmindustrie. Klein landje. Engelsen hebben heel veel gebombardeerd, er zijn heel veel zeeuwen om het leven gekomen door Engelse bombardementen, die laten het ook een beetje liggen. Ja. Ik denk voor de zeeuwen zelf, ja, de watersnoodramp kwam daar best vlak achterna. Ja. Dus die hadden wel wat anders aan hun hoofd. Dus er was tijd nodig om dit verhaal te kunnen vertellen. Ja, wij hadden natuurlijk de hongerwinter in Noord-Nederland. Hè. Dus ik denk dat het een beetje ondergeschoven kindje is. Hij bleef liggen. Nu heb jij het voorrecht gehad om hem te maken. Wat wil je dat de kijker... Want je hebt dus opdracht ook van een stichting geweest. Ja. Wat wil je dat er bij de kijker blijft hangen? Is het een spectaculaire oorlogsfilm? Is het een stukje geschiedenis? Wat is voor jou... Nou, het idee... het is beide, denk ik. Het is en een hele grote film en heel klein. De keuze die mensen moeten maken als jongeren... als je in zo'n oorlog geflikkerd wordt eigenlijk. Want het is gewoon een tsunami wat over je heen komt. Of je nou toevallig de verkeerde keuze hebt gemaakt... omdat je voor de Duitsers werkt... Omdat je ideologisch daardoor een beetje... Ja, want je gaat ook een beetje in het verhaal... gedeeltelijk ga je mee aan de hand van een jonge Duitse soldaat, hè? Nou ja, Nederlander die voor de Duitsers werkt. Nederlander, ja. Ja, nu met alle populisme is het ook best wel geloofwaardig... dat je als je de verkeerde propaganda krijgt, dat je dat ook... Hè? Dat je daar die foute keuze in maakt. Uiteindelijk is slachtofferschap helemaal niet zo uniek wat dat betreft. Nee, het is niet van één kant van het verhaal. Maar het idee is om te voelen wat het is als je in zo'n oorlog terechtkomt. Ik denk dat dat het uitgangspunt was. En welke keuzes je moet maken als, op hele korte termijn, als jong persoon. Ja. En wat is fout en goed? Er zijn geen helden in dit verhaal. Nee, het is gewoon
Gewoon een heftig, keihard verhaal. Ja. Zaterdag 5 juni ja. In de bioscoop. Ja. Net zo lang tot die goed loopt. Daarna krijgen we Netflix. Ja. Wij hebben zaterdag nog een kleine mini-documentaire. Die hebben collega's ons gemaakt op telegraaf.nl. Oh, ja. Die heb jij ook gezien trouwens. Ja. Zit ook een hoofdrolspeler zit erin. En morgen in de krant een heel groot stuk van collega Marco Weijers. Matthijs van Heiningen junior, dankjewel voor jouw aanwezigheid hier. We hebben zin in de film. Ik ga er volgende week heen, volgende week woensdag. Ja, en we gaan er even uit met een clip. Oké, dankjewel. Succes van deze operatie. Lies in your hands, and with it the fate of Europe. Good luck. Vond jij dit nou een leuke video? Maak dat duimpje blauw, abonneer op het kanaal van de Telegraaf. En we maken nog veel meer op de website van de Telegraaf. Wil jij daar meer van zien? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Daar. En dan komt het helemaal goed. Hoi.